Op het hoofdkwartier van het ministerie van Defensie zijn vandaag 70 actieve militaire personeelsleden gedecoreerd. En legerbevelhebber Werner Kiwasen zei bij deze gelegenheid dat er een behoorlijke inhaalslag gemaakt moet worden wat betreft decoraties. Als beveler ben ik dan ook bijzonder trots om deel te zijn van deze generatie militairen die de manifestatie vormen van patriotisme en die nu vorm geven aan de verdere opbouw van onze organisatie. Vanuit de leiding van het ministerie van Defensie wordt er alles aan gedaan om standen in te lopen, maar ook om de rechtspositie van het personeel in zijn algemeenheid en de algehele kwaliteit van de defensieorganisatie te verbeteren. Zij die dat niet willen geloven, doe die donkerbril af en wees voor een keer ook positief. De legerbaas noemde het verder een verplichting van de organisatie om te werken aan de rechtspositie van haar medewerkers. Defensieminister Krishna Kumari Mathura vindt dat manschappen recht hebben om erkend te worden voor hun dienstbaarheid. Ook als je er niet bent, is de legacy, de nalatenschap die je wil achterlaten, niet alleen voor jezelf, maar meer nog voor je dierbaren, maar voor de hele Surinaamse samenleving. Dat is waarvoor u het doet. En voor mij zijn jullie echt de heroes, de rolmodellen. En ik zeg dit omdat zoveel andere collega's, misschien met jullie, ook die opleiding zijn gestart. Maar niet iedereen heeft dit kunnen afronden. Niet iedereen heeft deze meerwaarde kunnen halen. Anderen hebben afgehaakt, anderen zijn gelaten verleiden door allerlei andere dingen, maar jullie zijn trouw gebleven. Mathura verduidelijkte dat de militairen die vandaag hun gouden medaille hebben ontvangen, komen uit de groep van het jaar 2023. Er is nog een groep van 100 man die wacht op een medaille.